Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag en ik ben onderweg naar het werk. We hadden niet zoveel in huis, dus ik ga nu eerst naar de Albert Heijn om eventjes een broodje te halen als lunch. En ja, ik moet werken. Verder vandaag niet zo heel veel plannen. Ik heb vanavond een verjaardag. Moet ik nog eventjes een cadeaubon of zo voor halen. Ik had wel zeg maar een gratia gekocht en ik dacht die pak ik dan samen in, want ik vind alleen een cadeaubon altijd zo leeg. En als je er dan nog tijdschrift bij hebt, dan lijkt het iets meer. En ja, daarna had ik eigenlijk afgesproken met een vriendinnetje om ook te gaan stappen. Maar we gaan wel zien hoe het loopt allemaal. En ik heb een nieuw jurkje aan. Een van de nieuwe jurks van H&M. Ik vind hem echt super leuk. Alleen ja, ik heb hem dus niet laten zien, want ik heb hem al aan. Ik ben al helemaal klaargemaakt. Zoals op de meeste zaterdagen. En dan ga ik een uurtje of 7 werken. En dan zie ik jullie daarna weer. Het is echt een zonnige dag. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd of het juist heel druk is of juist niet. Dat mensen denken, nou, mijn zon schijnt, dus ga lekker erop uit. Dat ze niet in het dorp lopen. Maar het zou ook kunnen dat ze juist denken, ja, het is zonnig, maar niet heel warm. Laten we naar het dorp. Wat zou jij doen? Ik zou denken, laten we naar het dorp. Want het is nog niet zo heel warm. Het is gewoon, eigenlijk de wind is koud, alleen het zonnetje schijnt. Ik zie jullie over een paar uurtjes weer. De kindertjes slapen. Maar is goed. Maar je hebt dus ook geen tijd. Dan ga ik straks met Sophie even een broodje halen. Bosje. Doe maar deze kant op kijken. Hi, lieverd. Ben je zo'n schatje? Nou, de komende mannen. Echt een mapjes. It's so pretty! Yay, I'm a rainbow! De hemel tot, die, tot het echt, zeg maar. Ja, die, tot het lange, zeg maar. Ja. Zo. Achterkant, maar je ziet de kleuren niet zo goed. Op de film niet, hè? Maar het komt ook omdat het tegen het licht in is. Ja. Oh. Ik neem het terug. Je ziet de kleuren echt super goed. Oh, Ilo. Je mag er echt niet afdouchen. Je moet zo naar het dak. Weet je op wie je lijkt? Die darter. Hoe heet die gekke darter ook weer? Die heeft allemaal van het spoil. Ja, met Taylor? Zo, oh. Bovenkant? Ik ben een stuk normaler. Nee, wacht. Omwisselen. Zit ook op mijn hoofd. Wij zijn ons aan het klaarmaken voor het stappen, maar ik wilde mijn haar nog even laten zien, want het is echt nog veel erger dan het net was. Check dit. Even, hoe doe ik dit? Het is echt helemaal roze. Cool, hè? Ik vind het echt wel leuk. Het is wel voor één avondje, zeg maar. Ik zou het niet echt doen, maar ik wil het gewoon filmen zonder dat mijn telefoon voor mijn hoofd zit. Maar ja, we gaan zo richting het dak. Dus ik ga gewoon in dit jurkje. Ik doe het vest uit. Jurkje, korte mouwen. Dit jurkje had ik de hele dag al aan. En ja, ik zie daar mijn collegaatjes. En ik ben uiteindelijk niet naar de verjaardag geweest. Maar ik zie daar mijn collegaatjes. En dan gaan we gezellig een drankje doen. Goedemorgen, het is 9:15 en ik ben echt alweer moe. Maar ja, het geeft niet. Ik slaap gewoon een beetje slecht de laatste tijd.